Gloria, pas op, heel schiet. Ready or not? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta hier naast juf Hilde en juf Gloria. Wat gaan wij vandaag doen? Postje. Hebben we er zin in? Yeah! Twee manieren kunnen we misschien een keer schieten. Driekurf of berbo. Driekurf was met plezier. Berbo is eigenlijk een kale boog. Dat is voor de bescherming van de arm. Ja, moet links. Ja, kan je boven. Want de pees komt hier tussen. Oh ja, maar niet dit. Ah ja. Bijna goed. Spannend, je boog is heel kort. Heel even een kleurtje. Dat is de indexvinger en die wijst naar het toe. Als je hem opzet. Je moet er de nokjes tussen de dingetjes. Dan moet je horen of voelen van kleding. Klein beetje voorspanning pakken. Samen roepen. Onder je kin. Hots. Eén hand. De zoen aan. Open. En dan van het vorige in de gaten houden dat hier niemand staat. Ja, want anders in de ruimte. Check. Ja. Eerste pijl. Lek meid. Oh. Ja. Ondertussen kijken we naar de andere eerste. Zeg, hoeveel meter had jij geschoten? Ik ging voor het achterste bord. En Hilde, beter plekje? Ik had bijna een Robin Hood. Een Robin Hood is als hij erin gaat. Dan heb je Robin Hood. Ja. Hoeveel kilometer leg je af op een dag? We gaan eens kijken wat jouw score is. Pardon? Pardon? Je hebt hier wit. Ja. Dat is eigenlijk nul punten. Zwart. Ja, en dat is eigenlijk gewoon vanuit binnen van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dus elke ring heeft zeg maar een nummer. Ja, binnen, helemaal in het midden is 10. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zo kun je door. Heel leuk. En hoe vaak mag je schieten dan?
Hoeveel pijlen heb je voor een beurt? Ik heb 3 pijlen en 3 pijlen is 1 beurt. Wij gaan onze pijlen halen op 25 meter. Even serieus, hè? De mijne was raak. Ja, hier. Oh, je ziet daar. Ik zit hier. Deze was raak. Fantastisch. Nou, dames, dat was een schot in de roos deze training, hè? Zeker. Het was echt top. Ik vond het een hartstikke gezellige avond. Ik vind het ook een hele gezellige vereniging. En dat was echt een relaxe sport om te doen. Allemaal op je eigen niveau, super tof. Praatje maken met elkaar, maar toch ook wel lekker paken schieten. Precies. Bang.